Dit is Mienskip at Work, het programma dat economische projecten van de provincie Friesland in beeld brengt. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Friesland profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mienskip at Work. Ja, de wind staat de goede kant op, zoals ze hier zeggen, want je ruikt het al. Tenminste, u thuis niet, maar wij wel. Het ruikt hier heerlijk. We zijn namelijk te gast vandaag bij Van der Meulen, de Meesterbakkers. Ja, en wat hier gebeurt was tot voor kort een klein beetje geheim. Van der Meulen heeft een nieuw product ontwikkeld. Ze hebben hiervoor een lening gekregen van 8 ton. En het gaat hier om innovatie. Innovatie, nou ja, ik ben benieuwd wat er dan... En waar innovatie is, zijn wij bij. Daar gaan we. Het familiebedrijf Van der Meulen, de Meesterbakkers, richt zich al meer dan 100 jaar op het meesterbakkersvak. Roggebrood, beschuit en melbatoast zijn de hoofdproducten van deze bakkersfamilie. Na het doorgeven van generatie op generatie is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming. En met zo'n 120 medewerkers is dit een belangrijke werkgever voor de regio. Johan, wat doet Van der Meulen in Hallum nou precies? Wij zijn een familiebedrijf, bestaat al 100 jaar en wij hebben 3 bakkerijen. Dus waar we roggebrood maken, beschuit en melbatoast. Ja, wat kunnen jullie met de bijdrage van de provincie? Nou, wij hebben daar ten eerste, Van der Meulen is een financieel gezond bedrijf. En wat het ons helpt, het Wurkje voor Friesland, dat wij versneld onder innovatie op de markt kunnen zetten. Wat is jullie innovatieve product? Nou, leuk dat je dat vraagt. Kijk, laten we even beginnen. Wij zijn een bakker. En een bakker die maakt broden en die doet alle goede dingen in het brood. Nou, en daarmee maak je de smaak. Alleen als je het als een snackje wil doen, dan kun je nooit dat goed voor elkaar krijgen. Dus wat we toen hebben gedaan is, we hebben gekeken naar een andere industrie. Dat is deze, de chipsindustrie. En die doet alles aan de buitenkant. En eigenlijk hebben we deze 2 dingen gewoon samengevoegd. Dus het alle goede van het brood, daar hebben we ook echt kaas, echte uitjes in gestopt. En met natuurlijke smaakstoffen aan de buitenkant. Dat is eigenlijk de innovatie. Dus je krijgt een broodchipje? Dat is een hele goeie. Dit is een broodchip. Dus het is een chipje van brood. En dat is er nog niet. Nou, wanneer kunnen we het in de supermarkt verwachten? Nou, op dit moment ligt het al bij Delhaize in België. Daar is het in september op de markt gekomen. Vorige week bij Albert Heijn. Over een 2 weken zit het bij Deens Supermarkt in Noord-Holland. En op dit moment is er ook een container onderweg naar Canada, wat bij de top 150 supermarkten komt te liggen. Dus eigenlijk wil je de hele wereld over? Ja, we zijn echt de wereldveroveraars, hè, want we liggen al in 40 landen met onze andere producten. En ons doel is om dit over 3 jaar bij 10.000 supermarkten te hebben liggen. Karim, jij bent van de provincie. Waarom is het zo belangrijk om juist hierin te investeren? Ik bedoel, ik heb wel een idee. Ja, nou, Van der Meulen heeft in het verleden al aangetoond goed te zijn in de ontwikkeling van voedingsmiddelen. Ja, en als ze dan iets nieuws willen gaan doen, innovatie willen gaan voeren in nieuwe producten dus, ja, dan kunnen we niet achterblijven in financiële steun. En levert zo'n investering ook werkgelegenheid op? Ja, voor de ontwikkeling van een nieuw product zijn ook gekwalificeerde mensen nodig en die kunnen worden opgeleid. Dus ja, in die zin levert dat werkgelegenheid op hier. En komt het allemaal van 800.000 euro? Ja, de lening is 800.000 euro. Het opleiden van nieuwe mensen was nog een keertje 200.000 euro, maar dat is een subsidie die ze hebben gekregen. Wat een getallen weer, zeg. Ja, ja, het is ruim 1 miljoen euro met elkaar. Maar ja, het is goed voor de werkgelegenheid, het is goed voor de regio. Ja, dus ik denk, ja, dit is een goede keuze geweest. En nu? En nu gaan we nu gaan we aan het werk. Zullen we afspreken, want de fabriek is hiernaast. We zullen afspreken dat ik jou daar zie? Ja, goed idee. Dan ga ik nog even wat andere dingen doen. Helemaal goed. Tot zo. Yes. Naast de subsidie en lening van 1 miljoen euro doet Van der Meulen zelf een totale investering van ruim 22 miljoen. Dit gaat allemaal op in innovatie op het gebied van product, proces, markt en sociale innovatie. Hoe zou het eigenlijk met Karim gaan? Uiteindelijk moet deze innovatie bijdragen aan de groei van werkgelegenheid in de noordelijke regio van Friesland. Johan, ontzettend bedankt dat we te gast mochten zijn bij Van der Meulen. Ja, wij vonden het ook heel leuk jullie te kunnen hebben ontvangen. Ja, bedankt dat ik in de fabriek mag komen kijken. Ja. Ja, en ik hoop dat ik het bezoekje nog even een keertje te goed heb. Helemaal goed. Oké, nou we hebben een doos gekregen met... Chips? Nee. Chips. Broodchips, heren. Oh, broodchips. Wat voor smaak heb jij? Ik heb barbecue. Ik heb sweet, sour, cream, onion. Helemaal goed. Ruilen? Ruilen maar. Oké. Nou, trek ik de doos vast open. Laten we eerlijk zijn. Ik kan niet wachten. Graag tot volgende week. Dit was Mienskip at Work. En ik kijk nu al uit naar volgende week. Mooi.